Een Volendammer blijft het liefst zijn hele leven in Volendam. Dat is nu eenmaal zo, daar doe je verder weinig aan. Johan Steur speelde vrijwel zijn gehele loopbaan voor FC Volendam. De aanvallende middenvelder debuteerde in 1981. De tijd gaat snel natuurlijk. Het is 35 jaar geleden alweer, dat klopt. Ik weet dat ik de eerste wedstrijd inviel tegen Amersfoort. Dat was de eerste wedstrijd. Voor de rest weet ik er eigenlijk niet zoveel meer af. Ja, omdat je zoveel wedstrijden gespeeld hebt, weet je eigenlijk minder. Omdat je minder wedstrijden speelt natuurlijk, is logisch. Tot twee keer toe waagde hij het om zijn veilige thuishaven aan het IJsselmeer te verlaten en zijn geluk als voetballer elders te proberen. Toen ik 21 ging ik naar Feyenoord. En toen heb ik 2 jaar getekend. Dan ben ik 1 jaar gebleven, toen Volendam weer teruggehuurd. Ja, toen speelde ik natuurlijk. Maar Feyenoord, dan kom je minder aan de bak, dat is logisch. Dan krijg je betere voetballers enzovoort enzovoort. En toen daarna ben ik Sparta maar weer opgehaald. Want ik had toen dat jaar met Barry Hoeks, die hebben meegenomen. En het jaar erop waar we Volendam maar weer terug hebben, want toen promoveerden ze weer. En toen ben ik weer naar de Eredivisie gegaan. Volendam terug in de Eredivisie. Voor de 7e keer is dat de Volendammers geluk. Niet in een al te fraaie wedstrijd vandaag. Na dat seizoen weet Steur het zeker. Hij hoort gewoon thuis in zijn geboortedorp. En blijft daar de rest van zijn carrière spelen. Zijn hoogtepunt was daar de helaas verloren bekerfinale in 1995 tegen Feyenoord. Dit is de Rotterdamse Kuip inderdaad voor die bekerfinale tussen Feyenoord en Volendam. Ja, dat kan ik wel herinneren hoor. Kijk, het was natuurlijk een heel grote happening en meestal raad je aan voorbij, want je bent zo gefocust en je zit eigenlijk alleen maar met de groep binnen. Dus je ziet er eigenlijk weinig van. U ziet het, 48.000 toeschouwers aanwezig bij deze bekerfinale. 7.000 daarvan komen uit Volendam. Alleen ja, als je daar fout op komt, is dat gewoon 40.000, 50.000 man. Ja, dat is natuurlijk wel in die tijd was dat een belevenis. Ja, dat was wekenlang van tevoren natuurlijk al een happening. Ik denk dat de week, weet niet hoeveel bussen er mee gingen, dat weet ik niet eens meer. Maar het hele dorp ging heen. Klopt. Nadat hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen had gehangen, werd Johan Steur trainer. En als vanzelfsprekend werd hij dat bij FC Volendam. Welke huwelijk is belangrijker, die met je vrouw of die met FC Volendam? Nee, mijn vrouw gaat voor hoor. Ja, nog steeds. Ik kan het ook niet anders zeggen, want anders krijg ik een bekloot.